Ik ben Rodney, is jullie trainer streng? Moet je wel eens voor strafrondjes rennen? Nee, ja, trainen is wel af en toe een beetje streng, maar niet zo streng dat er rondjes over te lopen of zo. Waar is hij wel streng in dan? Ja, hij is meer duidelijk in wat hij wil. En hij geeft gewoon duidelijk aan wat voor plan hij met ons heeft. Wat voor richting hij op wil met ons team. En welke richting is dat specifiek? Ja, gewoon tactisch gezien geeft hij gewoon aan wat voor spel we gaan spelen. En ook duidelijk wat onze doelstellingen, reële doelstellingen voor dit jaar zijn. En dat is gewoon proberen Europees voetbal te halen. Hey, ik ben Mars en ik wil graag weten wat jouw mooiste goal ooit is. Mooiste goal ooit, ja. Moet ik wel even terugdenken. Een tijdje niet gescoord. Volgens mij was het in de A'tjes. Want de wedstrijd tegen ADO Den Haag thuis. Ik kreeg de bal aan de zijkant, dribbelde naar binnen, ging die rechtsback voorbij. En speelde tussen keepers de benen. Dat was voor mij 2-0 of zo. Dat was wel een mooi moment. Als je geen profvoetballer was geworden, wat had je dan willen doen? Ik denk toch wel iets in entertainment. Ik hou van dansen, dus misschien iets in die richting. Doe je dat ook heel vaak privé, dansen? Nou ja, meer gewoon thuis op de spiegel of zoiets, of met mijn familie, vrienden. Maar niet zo dat ik dansles neem of zo, of vaak uitga, dat niet. Wat is jouw lievelingsmuziek ter voorbereiding op een wedstrijd? Het liefst iets meer op tempo, zeg maar. Of hip-hop of house. Gewoon iets om je een beetje op te peppen. Heb je dan echt een koptelefoon op je oren of luisteren jullie gewoon naar een radio? Nou ja, persoonlijk doe ik dan kort voor de wedstrijd nog even mijn koptelefoon op. Dan luister ik nog een paar nummers en dan ben ik er helemaal klaar voor. Wat is jouw favoriete Feyenoord-moment? Tot nu toe dat ik mijn nieuwe contract hier heb kunnen tekenen. Dat is een mooi moment. En ze komen met mijn familie hier naartoe gekomen. Volgens mij, vooraf moest ik nog trainen. Dus had ik na de training met mijn familie afgesproken. Zou hier gezamenlijk naartoe gaan. En rustig hier nog wat gedronken met de leiding hier zo. Wat een beetje gebabbeld. En toen was het zover. Dan mag ik eindelijk mijn handtekening zetten. Wie is jouw favoriete fijne collega? Ik denk toch wel mijn neef Kelvin Leerdam. We kunnen goed met elkaar opschieten en voelen elkaar ook goed aan. Praten jullie veel om de wedstrijden heen, om de training heen? Ja, hier zo iets minder dan buiten het veld, maar. Of op het veld, zeg maar. Maar toch wel geregeld. En af en toe spreken we met elkaar af. Om iets leuks te gaan doen, bijvoorbeeld bowlen, zoals laatst ook te zien was. Mio Nelom, heel snel, soms is hij nog sneller dan de bal. Goede verdediger, komt goed mee op en gewoon een vervelende verdediger om tegen te staan. Ja, toevallig stonden we vandaag nog op de training tegen elkaar. Dus het is wel mooi dat het teamgenoot dat het over is. Hij is vaak ook direct tegenstander van me. Dus hij weet ongeveer hoe ik speel. Ik probeer het elke dag weer moeilijk te maken. En ben je vervelend voor een tegenstander? Ja, ik zit vaak kort op mijn tegenstander. En aanvallen zouden daar niet echt van. Dan wil je liefst veel ruimte hebben om in actie te maken. En dat geef ik hem vaak niet. Hij zegt ook van, soms ben je sneller dan de bal. Klopt dat? Ja, soms als ik mee opkom, dan vraag ik die bal diep, maar dan duurt het wel even dat die bal er is. Dus ben ik af en toe iets te snel dan dat de bal er is. Dan heb je je verkeerde positie gekozen. Ja, iets te snel. Een beetje te gretig af en toe. Miguel Nelom,
rustig en ja, geconstateerd met alles wat hij doet. En ja, wel altijd voor een geintje in, maar over het algemeen een hele rustige jongen. Ja, klopt wel een beetje. Ik ben een rustige jongen, maar ik kan af en toe wel een geintje uithalen met andere spelers. Wat voor geintjes maak je dan? Ja, of ik doe iets in een kastje of zo, of dan iets op het veld wat ze niet leuk vinden. Maar dat is mijn humor af en toe. Hij zei, je bent ook een rustige jongen. Ben je gereserveerd? Kijk je de kat uit de boom? Ja, soms wel, maar ik merk ook hoe ouder ik word, dat ik ook iets openlijker word naar buitenaf. Heb je veel sociaal contact met je ploeggenoten? Ja, een paar spelers wel. Zeg maar, de spelers die ik ook, waarmee ik ook in de jeugd heb gespeeld. De meeste ken ik ook al denk een jaar of acht of zo. Dus het geeft toch wel een speciale band. Wie is de grootste fan van Miguel Nelon? Mijn vader. Ja, mijn vader is sinds die jeugd komt hij al elke wedstrijd naar me kijken. Maakt niet uit waar we spelen. Ja, buitenland is het af en toe wel iets te ver voor hem, maar ja, tot nu toe bijna geen wedstrijd gemist. Maar Excelsior heeft ook, ik denk ook bijna elke uitwedstrijd is ook geweest. Hij verandert zelfs diensten om naar buiten te komen kijken. En dat vind ik wel mooi. Is hij ook kritisch op je? Ja, zoals elke vader, dat geeft hij ook wel aan wat hij ervan vindt. Maar hij is ook gewoon oprecht en neemt ook zijn advies aan af en toe. Af en toe? Ja, soms ben ik ook eigenwijs en dan laat ik het af en toe ook wel een beetje gaan. Maar meerdere luister ik wel naar hem. Maar als jij dan een wedstrijd hebt gespeeld, wat zegt hij dan na die wedstrijd tegen jou? Ja, sowieso of ik goed of slecht heb gespeeld. Ja, dat weet ik zelf ook wel, maar geeft ook wel bepaalde punten aan waar ik aan kan werken. En meestal heeft hij dat toch wel gelijk. Ook al wil ik hem niet gelijk ze gelijk geven, zeg maar.